Wonen en werken in dezelfde wijk, dat gaat steeds meer gebeuren. Tot 2040 zijn er 28.000 banen nodig in de regio, waarvan de helft in de gemeente Groningen. Op de bestaande terreinen, waar veel gewerkt wordt, is de ruimte voor groei beperkt. In nieuw te ontwikkelen gebieden gaat dus niet alleen meer gewoond worden, maar ook gewerkt. Hoe de gemeente dat wil aanpakken, hebben ze nu vastgelegd in een document. We noemen dat de strategie werklocaties en dat gaat eigenlijk over wat we vroeger bedrijventerreinen noemden. Maar die naam die dekt de lading eigenlijk niet, omdat we zien dat de nieuwe gebieden die wij ontwikkelen, bijvoorbeeld bij het stationsgebied of de Suikerzijde of bij de Eemskanaalzone, dat dat niet alleen maar meer wonen is. Want daar gaat dus ook gewerkt worden. Dus ook kantoren bijvoorbeeld, bedrijvenlocaties. Dat zijn natuurlijk bijvoorbeeld het stationsgebied is daar een mooi voorbeeld van. Daar komen natuurlijk ook woningen in de toekomst. Maar het zal ook een hele belangrijke plek worden waar ook veel gewerkt gaat worden. En wat wij in dit document eigenlijk doen is laten zien aan de gemeente en aan de ondernemers daar wat wij van plan zijn met al die verschillende gebieden. Bestaande woonwijken zullen niet snel gemengd wonen en werken worden. Nou, nee, niet concreet dat we nu zeggen van er komen nu allemaal kantoren in allemaal bestaande wijken. Maar bijvoorbeeld in de nieuwe wijken, die ik al noemde, de Suikerzijn is daar een groot voorbeeld van. Ja, daar komen eigenlijk net zoveel werkplekken als dat er woningen gaan komen in de toekomst. Dat we zien dat mensen dat ook graag willen. Mensen willen niet heel lang reizen voor hun werk. Dus die combinatie van wonen en werken, die zullen we in de nieuwe gebieden absoluut meer terug gaan zien. Lopend naar je werk. Ja, dat is eigenlijk is dat het allermooiste. Het is nu nog een conceptstrategie. Tot 10 juli is er nog mogelijkheid tot inspraak. In november wordt de strategie voorgelegd aan de gemeenteraad.